Hallo jongens, we zijn hier weer. Net hadden we de plantjes geplant. Maar we gaan nu een cake bakken. Appelkaneelcake. Wow, lekker. Ik doe hem open vast. Mijn mama die zei het ondertussen al. Al stukken boter. En ondertussen doe ik ook. Zo, wat een grote zak. Oh, hier zit er nog in. Zo, ik kom het zonder. Het watje voor de loodgrijp, dat zit wel in deze verpakking. Zakken, ik weet niet wat het is. En poeder. Ei. Een pizza kom, pizza's, knoren daarbij en een, nee, misschien heb jij wel witte, maar wij hebben groene, maatbeker. En natuurlijk een mengsel. Dat heb je altijd nodig bij bakken. Misschien heb jij wel witte, maar wij hebben grijze. Ja, dit hebben we ook nodig. Grote zak zelfs dit. Dus wat gaan we nu doen? Ik heb jij al gekeken op je lijstje wat staat op jouw lijstje? Wat staat er? Plaats het rooster iets onder het midden van de oven en verwarm de oven voor. Oké. Okay. In met boter en met stuif. Met ja, stuifspray. Stuifspray. De meelkrant met bloem. Ja. Of gebruik. Bakgebruik. Nee, wat er verder staat. Verwijder het klokhuis. Ja. Klokhuis. Ja, in de appel zit toch een klokhuis? Ja. Dat is een klokhuis. Oh, klokhuis en snijd de appel in kleine blokjes 5, 1 centimeter. Oké. Dat staat. De C en de M, dat is centimeter. Wat zo? Die lees ik altijd als ik iets moet bakken. Of er staat iets in het boekje van bakken. Dan lees ik centimeter en dat weet ik dan. Oh, dat is centimeter. Ja. Dat weet ik altijd. En dat is ook best handig. Mm-hmm. Dat je dat weet. Boter. Ja, pak hem maar vast. Boter met mixa erin. In mestkom zachtjes. Romig. Okay. Gaan we daar iets verder? Ja, maar we moeten eerst de appel nog eventjes in stukjes snijden, toch? Mag ik het doen ook eens keer? Ja, hier even. Want hoe groot moest de zakken weer zijn? Wat had je ook alweer gelezen? 5, 1 centimeter. 5, 1 centimeter? Ja. Dat denk ik niet. Gaat hier wel. 5, 1 centimeter? Nee. 0,5 tot 1 centimeter. Mag ik het zo doen? Ja. Wel voorzichtig, zeg ik tegen mezelf. Klaar. Ja. Maar probeer je vingers zo neer te zetten. Ja, maar dan kan je je neus over je vingers heen snijden. Zijn ze groot genoeg? Mm-hmm.
blijf zo erin. Kan toch? Nog lezen. Zet hem maar erin. Ja? Dat is best zwaar. Boter mixen? Hoe kom je dan daarvoor? Mag ik eens? Ja. Wat is dit? Nee. Helemaal als een kat voor me. Dit is lastig, hè? Ja. Boter mixen. Hoe kom je daar dan maar bij? Ja, je gaat het wel zachter. Maar zit er meer boter in dan denk ik dan in die kom. Ja, daar komt het ook wel weer uit. Ja, de rokker, dat komt er weer. Dat is nog maar. En dan, wat staat er dan op het boekje? Vochten, zettingmixers in de vier eindelijke. Voeg de zettingmix en de vier eieren in één keer toe. Mag ik het eens een keer zelf doen? Mag ik het eens deze week eens een keer zelf proberen? Niet te hard knijpen. Ik zeg nog. Niet te hard knijpen. Ja, hier. Toen zei ik het. Ja. Niet hard knijpen. Dat lukt niet. Moet ik het doen? Mag ik even doen dan? Ik wil niet te... Die was al een beetje grappig. Wat heb je dan gedaan? Oh, daar. Niet zelf ook bijna. Wat moet hij dat? Zonder mij. Ja, weet ik, maar ik vind hem lekker knippen. Oké. Okay. En deze erin, toch? Ja, hou zachtjes. Rustig. Helemaal. De mixer op de laagste stand. Ja. In zo... circa 1 minuut. 1 minuut tot een grote... glad beslag. Ja, gewoon rustig lezen. Oké, okay, dus die stap hebben we nu gehad. 7. Daar komt eigenlijk het lekkerste van alles, hè? Oeh, prettig gesproken. Het is wel helemaal niet lekker. Dit is wel lekker. Maar heet. Heet? Nee, dat stangetje. Lekker? Rampzalig. Wat zeg je nou? Rampzalig? Ja. Ja, dat is lekker. Oh, dit is echt zo lekker zitten. Hoe kom je dit ook voor? Ik ga het even zo.
dat mag ik eens? Ja, gewoon rustig er doorheen roeren. Kun jij iemand de compost houden? Je mos zit onder. Kijk dan. Je bent wel. Je bent maar een snor van de deeg. Nou, ik doe het even door. Anders zit het er morgen nog niet door, Michael. Ingewetten wil ik doen. Echt is leuk. Ga maar ingewet. Zie, moet je het een beetje zo uitsmeren zo meteen. Mm-hmm. Met deze doe ik dat. Is het zo erg met deze? Toch niet? Nee. Heel mooi. Goed. Oh, dit niet. Ja, dat doe ik wel. Als jij schoonmaker moet worden, of wil worden of moet worden van je vader. Oké, okay, nu zit alles erin. Ja, maar ik wil ook eens proeven. Nee, hier. Hier heb je nog. Voordat je echt helemaal niet zo goed. Ik ben zo lolly dit. Nou. En nou. Is dat er nu? Dit is hem. Dit is hem. Ja, hij weg nou. Je hebt gewoon nog steeds een snor. Oké. Okay. Hoe lang gaat die oven in? 75 minuten. Ik ga oven in. Nou, dan zijn we zo meteen weer terug. Ja. Wow, hij is groot. Oh, hij is niet zo gemaakt. Mooi, hè? Versieren. Eerst hier even neerzetten. Gaan we hem versieren? Nee, deze niet versieren. Kijk, wat moet ik dan doen? Oh ja, mag ik hem? Ja? Moet het puntje vasthouden? Ja? Zo? Ja, ja, en doe ik weet het. Een stukje erin. Ja, Emma? Ja, verder? Wat ja, doe je dan? Omhoog. En waarom doen we dat? Nou, als het eraf lukt, dan is die al... Dan is hij nog niet echt vet. Dan is hij nog niet klaar. Maar hij is klaar. Ja, doe hem hier dan nog eens een keertje. Zeker. Ja, wel. Nou, ik vind hem keurig. Hij is klaar. Nou, okay. Dan laten we hem zo staan. Mm-hmm. Dan gaan we zo wachten totdat hij klaar is. Ik wil opproeven. Ja, maar je kan hem nou nog niet eten. Waarom niet? Omdat hij nou nog veel te heet is. Ja, dan. Nou goed. Hey, super. Goed gedaan. Het is veel te heet, dus wij moeten eerst afkoelen. Doei. Goed gedaan. Poppetje. Doei.